al op jonge leeftijd spelen met boerderijspeelgoed. Ja. Dan is deze Minifarm playset helemaal geschikt. En in deze video een introductie, een korte unboxing. Eigenlijk zit er in een doos heel veel kleine losse attributen wat voor kinderen herkenbaar is. En het is vormgegeven en deze mooie boerderij. En wanneer je hem dus aan de voorkant openmaakt, zie je dus met een stiekje dat er heel veel losse elementen in zitten. En als we wat dichterbij bekijken, is de boerderij dus gevuld met hekjes. Er zitten geen diertjes in. Hier zelfs wortelen, varkentje, paardje. En als je zo ziet, zelfs de boer hoort erbij. Dat is dus een complete set, gemaakt van hout. Het is kindveilig hout. Aan de achterkant een schniertje erin. En het leuke is, op een gegeven moment, kind kan dus op zo'n manier zijn eigen boerderij gaan vormen. Met de spulletjes die erin zitten. Dus ook naast spelen, wanneer ze klaar zijn, kan het er gewoon weer in terug. Waardoor ze altijd een spulletje bij elkaar weten te houden. Het is dus gemaakt van hout. En dan gewoon sterk hout, stevig hout. Dat kinderen op jonge leeftijd met herkenbare vormen, op zo'n manier ze de vormen leren herkennen ook nog eens een keer, aan de slag kunnen. En ja, wat ik al zeg, het is gewoon puur hout. En ja, dat voelt altijd lekker warm aan. Voor kinderen is het herkenbaar en niet zo afstandelijk als kunststof. En vandaar dus dat wij hout adviseren om mee aan de slag te gaan op jonge leeftijd mee te kunnen spelen. Meteen speelgoedboerderij verkrijgbaar. Via de link die naast het beeld staat, kun je er meer over lezen. En is die even tegelijk te bestellen.